Omroep Landgraaf heeft afgelopen seizoen technisch veel veranderingen doorgevoerd. Zo is onder andere de gehele uitzendstraat vervangen. Door deze veranderingen is het mogelijk geworden om een nog groter publiek te bereiken, een bredere programmering te maken en zijn we voorbereid om digitaal te gaan uitzenden. Verder is de beeldkwaliteit verbeterd en gaan we ook uitzenden in breedbeeld. Momenteel is Ziggo bezig met het digitaliseren van de lokale omroepen op de kabel. We hopen dat ook dit snel gerealiseerd gaat worden. Nu, met de aftrap van het nieuwe seizoen, beginnen we met de veranderingen van de grafische vormgeving. We hebben de huisstijl in een modern jasje gestoken. Met deze nieuwe huisstijl gaan we naar buiten treden. De website is in nieuwe categorieën ingedeeld en er zijn veel onderdelen toegevoegd, zoals de mogelijkheid om de uitzendingen wereldwijd te bekijken. Het zogenaamde uitzending gemist. Waar u zich ook bevindt ter wereld, u kunt altijd kijken naar de uitzendingen van Omroep Landgraaf. Ook de kabelkrant is helemaal vernieuwd. Een rustige en goed leesbare vormgeving waarbij iedere categorie zijn eigen kleur heeft. Door de lengte van de balk op de pagina kun je de plek aflezen van de kabelkrant. De programmering gaat drastisch veranderen. Er gaan meerdere uitzendingen per week draaien. De programma's zijn te herkennen aan een vaste leader, welke zijn gemaakt voor de verschillende programmalijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorschriften van de Mediawet en zal de programmering volgens de ICE-norm worden ingedeeld. De verschillende programmalijnen zijn de vaste uitzending, wekelijks nieuws, en de herhaling, wekelijks een andere, en het variabele blok. De programmalijnen in het variabele blok zijn muziekclips, tijd van toen, impressie van Landgraaf en wat speelt er in Landgraaf. De programmering wordt aangepast waarbij de burgers centraal staan. Omroep Landgraaf. Het podium voor Landgraaf. Dit seizoen gaan we nog meer de inwoners en verenigingen een podium bieden. Burgers en verenigingen uit Landgraaf kunnen zelf materiaal aanleveren in de vorm van foto's, wedstrijduitslagen, filmpjes van huldigingen enzovoort enzovoort. Samenvattend betekent dat voor u een betere beeldkwaliteit, nieuwe vormgeving, uitzenden in breedbeeld, digitaal uitzenden, het podium voor Landgraaf, een groter bereik, meer betrokkenheid en een bredere programmering.